klaar voor 60 seconden met? Helemaal klaar voor. Mooi, daar gaan we. Wie ben je? Ik ben Martijn van Helvert. En ik woon in Sittard samen met mijn vrouw Yvonne. En we hebben 3 kids, Joke, Matthijs en Guus. Ik heb het al benoemd, je bent Tweede Kamerlid. Voor welke partij? Ik zit in de Tweede Kamer voor het CDA. En ik heb elke maandagochtend op de markt in Sittard in het café het spreekuur. Nu even niet met corona. En daar komen alle mensen op die boos zijn of blij zijn of een goed idee hebben. En daar zeggen ze wel eens, ja, maar ik stel niet op het CDA. Ik zeg, maar dat maakt niet uit. De vraag is, wat gaan we nu samen doen? Dat vind ik het allerbelangrijkste. Mooi. Sinds wanneer zit je in de Tweede Kamer? Nou, dat is 6 jaar. 14 november was dat 6 jaar. Dus 6 jaar en een paar dagen. Ik als vrijwilliger ben heel benieuwd. Heb je zelf al eens vrijwilligerswerk gedaan? Ja, zeker. En dat is eigenlijk ook altijd heel erg leuk. Je zegt altijd, oh, het is goed voor een ander. Maar heel vaak, niet altijd, is vrijwilligerswerk ook heel leuk voor jezelf. Ik ben heel lang jeugdleider geweest van F-Sharia, van de verschillende jeugdteams vroeger. Dat vond ik super vet. Maar ook scheidsrechter of grensrechter. Ik ben nu nog steeds grensrechter bij het team van mijn dochter, bij VVS in Sittard. En ik ben ook de beschermheer van de schutterij Sint-Jan in Nieuwstad. Bij een aantal verenigingen zit ik in het bestuur of ben ik adviseur of zoiets dergelijks. Mooi. Welke herinneringen heb je hier aan? Ja, heel goed. Ik weet, trainer zijn bij een jeugdvoetbalteam, dat is echt top. En ik vind het ook wel pijnlijk dat dat nu niet kan. Want ik liefst zou eigenlijk trainer zijn voor het team van mijn dochter of van mijn zoon. Bijvoorbeeld, een van mijn zonen voetbalt ook. Maar goed, het gaat nu niet omdat ik me dan te vaak moet afmelden dat ik op zaterdag en niet kan zijn. En door de week ben ik natuurlijk in Den Haag. Dus het is lastig om een training te geven online bij een voetbalteam. Maar goed, die tijd komt wel weer. Maar dat vind ik wel heel mooi. En ja, en bij de schutterij, dat vind ik ook. Top, het is zo'n mooi team, zo'n hecht team van mensen. We hadden bijvoorbeeld afgelopen jaar een sterk geval van een heel jong meisje vanuit de schutterij. Die speelde ook de dwarsfluit. Dat was echt een verschrikkelijke gebeurtenis die nu nog natrekt. Maar dan zie je wel hoe sterk de band van een vereniging kan zijn. En hoe belangrijk het is dus dat vrijwilligers die vereniging in leven houden. Ik zei net in de andere filmpje, heb ik het ook al gezegd, het voelt ook als een soort familie. Een stichting, een vrijwilligerswerk. Ja. Absoluut, absoluut. Hoe belangrijk vind je vrijwilligerswerk? Ja, het is verschrikkelijk belangrijk. Om twee redenen. Eén, je kunt jezelf geven. Ik denk dat mensen het beste tot hun recht komen als ze zichzelf kunnen geven aan iets of aan iemand. Dus dat is echt heel belangrijk. Dus voor de ontplooiing en het welzijn van mensen. En daarmee het verenigingsleven in stand houden. En als politicus, die ook moet kijken naar wat kost alles. Zeg ik ook, is het goed onbetaalbaar voor de maatschappij. Omdat het werk van vrijwilligers doen van zo'n kwaliteit, zo persoonlijk is, dat kun je gewoon als overheid nooit betalen. Dus dat is goed. Heb je zelf vrijwilligers die voor jou werk verricht? Ja, nu, ja, echt heel veel. Want de campagne komt eraan. En ik heb met Yvonne hebben we het erover gehad. En hebben we gezegd, het zou goed zijn dat ik nog een keer 4 jaar in die kamer zou kunnen zitten. Dan de som was ook na 6 jaar. Werkt en dat krijg je ervaring. Het is jammer als dat weggaat. En die campagne, ik wil graag stemmen hebben dat je je eigen zetel binnenhaalt. Dus dan wil je veel stemmen. Ja, er zijn allemaal vrijwilligers die als een gek nou in dat campagneteam draaien. Dat is zo mooi om te zien. Dus veel vrijwilligers nu aan de slag. Mooi. Je hebt een gezin. Geef je gezin ook handvat mee om vrijwilligerswerk te doen? Ja, absoluut. En ook Yvonne, mijn vrouw is hier zeker. Want Yvonne is ook jarenlang de dirigent geweest van het jeugdkoor. Toen ik met mijn zuster woonde. Zet dat, dus kijken op welke manier ze het jeugdkoor daar ook kan ondersteunen. Dat is in deze tijd best wel pittig, dat het ook goed is om dingen te doen, ook voor jongeren te weten, die niet direct geld opleveren. Jongeren willen wel dingen doen, maar dan zeggen ze hoeveel levert dat op? Mag ook, het is ook goed om te leren wat een euro waard is als je ervoor moet werken. Maar dat je ook wel eens wat doet waar je niet direct voor druk betaalt, dat is verschrikkelijk belangrijk. En ook dan zien ze hoe mooi dat eigenlijk is. Nou, bijvoorbeeld, dus zeker nu in coronatijd, we wonen in het centrum van Sittard, rondom de kerk. Nou, daar wonen mensen van allerlei leeftijden, ook oudere mensen, die eigenlijk bijna niet buiten komen. Nou, dan zeg je van, pak nog eens muffins, onze kids vinden het mooi om te pakken. En als ze die rondbrengen, hoe moeten we dat nou gaan doen? Hè? Ik zou eigenlijk Nintendo Switch Lite tegen de klasgenootjes spelen. Nou, maar als ze dan gebakken hebben en het mogen brengen en zien hoe
blij mensen zijn dat ze dat krijgen. Dus dat vinden ze dan zeggen. Dat geeft ze zelf een boost. De laatste vraag. Wat vind je van Vier het Leven? Ja, top. Echt top. Ik heb een keer met een prachtig busje, kreeg ik toen van de VVV Zuid-Limburg, mocht dat lenen, dat busje, heb ik een aantal dames naar een fantastische bijeenkomst in Voerendaal mogen brengen. En daar mocht ik zelf dus ook mee. Dat was echt heel erg mooi om te zien, hoe fijn mensen dat vinden om opgehaald te worden. En ook hoe fantastisch het te zien is dat zoveel vrijwilligers zorgen dat dat mogelijk is. Dus Vier het Leven, ook onmisbaar zou ik zeggen. Nou, super. Dankjewel. Graag gedaan.